zetten, een beetje van die late zon, late rode zon binnenlaat. En al kantieke schoolmeesterachtig met het hoofd schuddend, hoort ge hem zeggen: naar het mij toeschijnt, hebt ge daarboven op uw zolder over uw papieren gebogen, gehangen, om over onze wereld van vandaag te schrijven. En ik, die al zoveel boeken misverstaan heb, weet dat al wat er te zeggen valt, reeds gezegd is geweest. Ik spreek nogal eens niet over Prediker, over de Faustmaker of die waanzinnige Hamlet. Nee, onderbreek mij niet, dat heb ik niet graag. Maar zult gij daar op uw zolder grotere wijsheden vergaren dan Lao Tse? Zult gij op uw zolder surrealistisch, erotisch debieler doen dan de zangen van Maldoror? Zult gij menselijke diepte en hoogte dieper en hoger doorpeilen dan de demonen van de gebroeders Karamazov? Zult gij de tijd buiten de tijd ruimte razender achterna jagen dan Proust? Of zult gij het leven binnen tijd en ruimte hardnekkiger geeselen dan de Voyage Abu de la Nuit? Weet gij de ontspoorde mensen een scheve maatschappij beter in de juiste verhouding van levend en denkend dier te plaatsen dan de minnaar van Lady Chatterley? Weet gij nuchterder dan Lenin, naturalistischer dan Zoa, beeldsprakiger dan de Bijbel, met woorden om te springen? Is het u plechtstatiger of onfeilbaarder te zijn dan de paus van Rome? Sprookjesachtiger, onzedelijker dan 1001 nacht, hemelser dan de navolging van Christus? En als ge de kantieke schoolmeester hoort zwijgen en zijn lippen ziet opeenpersen, antwoordt gij: het is best mogelijk dat het onmogelijk is om iets nieuwer en juister te zeggen, maar over al het geschrevene daalt het stof der tijden. En ik peins daarom dat het goed is als er om de 10 jaar een ander een groot kruis trekt over al die oude dingen en de wereld van vandaag opnieuw uitspreekt met andere woorden. Voor deze musicians.